U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekken geleidelijk aan steeds meer wolken vanuit Duitsland ons land binnen. In de ochtend schijnt de zon nog hier en daar tussen de wolken door. Maar die gaat in het wolkendek worden geleidelijk aan wel minder en minder. Vanochtend is het 2 of 3 graden, het kwik loopt geleidelijk aan op. Vanmiddag komen we uit op maximumtemperaturen zo rond een graad of 7. Bewolking als gezegd wordt geleidelijk aan dikker en vanuit het oosten zou er ook af en toe wat lichte regen of motregen kunnen vallen, met name aan het eind van de middag. Ook in de avond valt er hier en daar wat lichte neerslag, het stelt allemaal niet veel voor, maar overal droog kan ik niet beloven. Het is aan de bewolkte kant en de temperaturen liggen vanavond rond een graad of 5. Stevige wind vandaag erbij. Ook morgen uit het oosten tot noordoosten waait het matig en in het noorden van het land zelfs vrij krachtig met windkracht 5. Temperaturen morgen 7 tot 9 graden. Hier en daar een beetje zon, maar vaker is het bewolkt. En hier en daar zou ook nog een spatje motregen kunnen vallen. Vanaf maandag is het weer droog. Temperaturen gaan omhoog naar een graad of 14 op dinsdag. Woensdag is het nog wat onzeker wat de temperatuur doet. En dat komt omdat de wind langzaam gaat draaien naar een meer noordelijke richting. De zon schijnt in ieder geval flink. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.